Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSLnet. Het is de grootste hobby die je kunt hebben. Zodra ik mee heb gedaan aan de opdracht, is dat een besmetting geweest. Ja, ja dat zit, het zit gewoon in mijn bloed, dus dat laat je ook niet los. Dat blijf ik bezighouden. Het zit diep in deze naar, waar ik zo mee. Attentie. Wat de Brabantse dag laat zien, daar kom je eigenlijk nergens tegen. Het is niet te vergelijken met de Corso, het is niet te vergelijken met de historische optochten in België. De Brabantse dag die heeft iets extra's door die historie. Dat maakt het zo uniek dat wij toneel spelen op de straat. Het is echt een rijdend theaterspektakel. Zonder spel, zonder dans, zonder muziek, zonder prachtige aankleding, noem het maar op, alles wat erbij zit, dat maakt het geheel. De Brabantse Dag in Hezen. Een cultuurfestival van 9 dagen, met als hoogtepunt ook komende zondag de cultuurhistorische optocht. 16 wagenbouwersgroepen mogen dit jaar aan de gang met het thema Bekend, Beroemd, Bemind. De optocht laat personen zien die een positieve invloed hebben gehad op de geschiedenis van Brabant. Bij wagenbouwersgroep Het Zij Zo hebben ze gekozen voor Ferdinand Peters, de uitvinder van de anticonceptiepil. De Lambrechtvrienden toont dit jaar het bijzondere verhaal van de vergeten polheld Chef van Dongen. En dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. We zullen straks echt ook met echte sneeuw en sneeuwkanonnen en echte koude polwind komen wij straks door Hezen getrokken. En ook bij Vriendenkring De Rode Hoek is er gekozen voor een internationaal thema met Ferdinand Verbiest. Het opvallende vonden wij toen wij die naam tegenkwamen, dat een Brabander is die helemaal in het verre China zo bewonderd is. En hij bleek allerlei sterrenkundige apparatuur te hebben uitgevonden. Hij heeft uiteindelijk gezegd tegen de Chinese keizer, die kalender klopt niet. En hij heeft zijn gelijk gekregen, inderdaad, die kalender klopte niet. Er is een maand afgehaald en daardoor viel ook natuurlijk nieuwjaar eerder. Dus dit jaar zo vroeg zelfs, dat het laatste zondag van augustus in Hezen gevierd gaat worden met de Rode Hoek. Ik heb wat nieuws, wat meer detail in de wagen hebben. Normaal hebben we vrij grove wagens en daar hebben we dit jaar wat meer detail in. Maar voornamelijk ja, het een keer iets anders. Je gaat 4 Chinese wagentjes zien, waarop bovenop de uitvindingen staan van Verbiest, met Verbiest zelf. Die echt opvalt door zijn blauwe kleur in al het zwart-rode van China. We gaan zelfs in het Chinees aftellen naar nieuwjaar en dan knalt het op nieuwjaar. Klederdracht van die tijd, daar hebben we het ontwerp op gebaseerd. Iets vereenvoudigd, een klein knipoogje naar het heden gegeven. Dus die gewaden zijn er allemaal. Ja, alles zal China ademen. Rond de 100 mensen die meedoen dit jaar. Dus we hebben heel wat te griemen. Ieder heeft zijn eigen ding wat betreft op het gezicht wat nodig is. De belijning of de lippen. Dat vergt natuurlijk best veel tijd, dus iedereen heeft daar best wel keuze in gehad om veel te oefenen. Een bepaalde plek en een notering is altijd een stukje voldoening op een goed seizoen. Maar voor mij is het belangrijker dat we op zaterdagavond met een trots gevoel kunnen terugkijken op wat we neer hebben gezet. Ja, daar zijn wij tevreden eigenlijk. De 58e Brabantse dag trekt komende zondag door de straten van Hezen. 57 edities gingen eraan vooraf. En we vroegen de Hezenaren welke wagens het meeste zijn bijgebleven in al die jaren. Vliegende Hollander van Ietske Schif. En dat was met name om het hele kleurgebruik. Ja, dat was vernieuwend. Het was technisch gewoon supergoed uitgevoerd. Maar gewoon het hele totaalplaatje klopte. Degene die echt het meeste indruk op mij gemaakt heeft, dat was Poppenspel van Schenkels. En dat was de eerste Brabantse dagwaar die ik ooit had gezien. En ik had eigenlijk geen idee waar we überhaupt aan meededen. Dus ik stond gewoon te kijken naar een pop van 7 meter hoog met prachtig muziek eronder. Dus ik was echt flabbergasted. Als ik kijk naar vorig jaar, de Joodse onderduikers van Highshow, toen was het doodstil. En dan zie je dat mensen bezig zijn met het verwerken van wat ze net gezien hebben. En ik denk als je dat kunt bewerkstelligen als groep, om dat te bereiken met je publiek, dan heb je het optimum behaald. Kijk morgen weer, want dan nemen we je opnieuw mee langs de indrukwekkende creaties van de wagenbouwers van dit jaar. Tot dan!
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSLnet.